Sinds ze met broodje bakpao en licht uit ons land veroverden, is het Nederlandse rappersduo The Opposites geweldig populair. Dat was gisteren te merken op TW Classic, waar The Opposites het podium mochten delen met onder andere Mika en de Black Eyed Peas. Na hun optreden gingen de rappers tussen hun fans op de weide staan. Twan en Willem werden zowat overrompeld. Gisteren hebben we twee Belgische jongens meegenomen vanuit België naar Nederland. Want die wilden in Amsterdam Nederland gaan kijken en de feestsfeer proeven. Maar die was er dus niet gisteren. Zijn we er klaar voor? Maar die zeiden dat dit festival eigenlijk voor 50PLUS was. Dus wij dachten, we staan hier zometeen voor allemaal mensen van die 50PLUS zijn. Wat heel gezellig is natuurlijk. Maar dat bleek in ieder geval gewoon goed mee te vallen. Licht gaat uit vanavond. Zingen! We brengen de beest naar buiten. De Schenker of de devil die... Groot man, het is een heel groot podium. Ik ben een klein mannetje. Nee, het was tof, weet je. Het publiek was tof en het weer zat lekker mee, weet je. En iedereen heeft er zin in. Mensen zijn gekomen voor een feestje, dus dat werkt altijd goed mee. Voel me losjes, ik ben strak. Naar de wc, ik heb pap. Geen dagje en een glaasje put. Een linkje, kistal of een puntje. Ik heb het idee dat het klinkt raar, maar dat het in één klap lekker is gaan lopen. Gewoon in één klap, dat we in één keer soort van één beuk soort mega populair zijn of zo. En dat... Een soort van heel raar, want in Nederland zijn we gewoon altijd bezig. En dan in één keer hoor je, oh, hier staan trouwens op 3 in België. Oh, oké, dat wisten we niet. En dat we dan hier komen, dat allemaal mensen met ons op de foto willen of zo. Dat is ook iets wat wij nooit echt... Ja, we zijn al... In Nederland zijn we al 5 jaar bekend. En nooit wist België echt wat wij allemaal deden. En nu wordt het echt wel opgepikt. Ik vind het wel raar dat die mensen allemaal met ons... op de foto wil, omdat ik ook het idee heb dat wij helemaal niet lang bekend zijn of zo. Ik heb het idee dat we hier nog maar een halfjaartje of zo bekend zijn, maar toch vinden ze het allemaal wel reuze gezellig. En vinden jullie dat ik even gezellig? Ik vind het zeker, ik denk het nog 2 keer zo gezellig vind. Het is gewoon tof dat je merkt aan de reactie van mensen. Dat je misschien iets voor ze betekent of dat ze je shit dope vinden, weet je, dat ze graag naar je muziek luisteren. Maar uiteindelijk gaat het voor ons gewoon om het muziek maken. In Nederland kennen ze ons allemaal, weet je. Dus als we op een festival staan, dan zijn er wel echt een hoop mensen die ook voor ons komen en die onze shit kennen. Dus daar kunnen we iets rustiger staan. Jullie hebben wel vervelende wespen hier in België. Dat vind ik niet leuk. Daar moet je even mee ophouden. 3, 2, 3, 2, 1, go! Nee, ik denk dat ze dan iets meer de shit kennen, weet je. Dus dan gaan ze allemaal mee. En nu is het nog best wel gewoon laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Ja. Maar dat is wel tof. Dat is een nieuwe uitdaging voor ons, weet je. Ja. Het houdt het allemaal weer een beetje scherp.